Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben eventjes mijn make-up aan doen. Ik moet alleen nog eventjes mijn concealer uitsmeren. Dus dat is wat ik nu ga doen. Het is maandag, 23 maart. Tweede week van quarantaine. Vandaag komt Julia naar mijn huis. Dat heb ik in de vorige weekvlog volgens mij verteld. Maar ik heb drie weken geleden heb ik bij haar keratinebehandeling laten doen. Alleen mijn haar was best wel lastig, dus het heeft een tweede sessie nodig. En aangezien het nu met OV gewoon best wel gevaarlijk is om daar naartoe te gaan. En zij de auto reed om hierin te komen, komt ze gewoon hierin. Dus dat is heel erg chill. Het is nu 11:50 en ze is hier om 12 uur. De rest van deze week ga ik niet heel erg veel doen. Omdat het ook niet echt kan. Ik ga niet echt naar buiten of iets. Wel moet ik nog wat opdrachten voor school afmaken. We hadden vanmorgen ook online les. Om 10 uur 's ochtends of zo zaten we in zo'n live chat met allemaal meiden uit de klas en onze mentor. Of onze mentor en een andere docent. Dus daar hebben we een paar opdrachten van gekregen die we komende dagen kunnen gaan maken. Ik heb woensdag een Skype meeting met Engels. Ja, via Skype. Dus dat heb ik woensdag van school, maar dat duurt ook maar een uurtje. En die opdrachten die we hebben gekregen, die zijn ook binnen een uurtje klaar eigenlijk wel. Ik heb een sportmat besteld en sportelastieken. Die komen vandaag en morgen binnen als het goed is. Dus ik wil deze week ook lekker een beetje gaan sporten in de tuin, want het is heerlijk weer. En boven bij mijn vader hebben we nog van die gewichten liggen en een stang en een opdrukbankje en zo. Dus die kunnen we dan ook lekker gebruiken. Miel's springtouw meegenomen, die zit beneden. Maar die heeft dus een springtouw meegenomen, dus daar kunnen we ook wat leuke dingetjes mee doen. Mijn make-up is klaar. Ik ga nu eventjes een stoel van beneden pakken. Om zo meteen op te kunnen zitten. Van wacht tot Julia er is. Ik heb een klein beetje mijn kamer opgeruimd. Want ik weet niet waar ze het wil gaan doen. In de badkamer of in mijn kamer. Ik denk, ja, ik heb in mijn kamer dus niet echt goed stopcontact in de buurt of zo. Dus ik denk dat ze het in de badkamer gaan doen. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nee, Julia die is net aangekomen. Hallo. En we hebben net eventjes mijn haar gewassen. Ja. En gefeund. En nu zit het heel mooi, zoals jullie kunnen zien. Nee. Ja, ik was klemmetjes vergeten. Dus nu zit er haar vol gekke scrunchies. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang het houdt. Maar goed. We gaan nu de keratine aanbrengen. Ja. Dan gaat ze het droogfeunen. Nee, dan gaat het inwerken. Dan gaat het inwerken. Dan gaat ze het droogfeunen. Dan gaat ze het stijlen. Wassen, masker, feunen, klaar. Ja. Ja. Dus. Nou, veel plezier met kijken. Doei. Keratine zit in mijn haar. Het moet nu nog, denk ik, nu nog een minuutje of zo. Lekker, hè? Ja, lekker. Ik heb even wat lekker te smalen. Een lekkere paas eigenlijk. Oké. Dus na het feunen is zeg maar helemaal stijl uiteindelijk. Oké. Zo, we zijn even ingezoomd. Maar we gaan nu beginnen met het stijlproces. En dat houdt in. We pakken een plukje die ongeveer zo dik is. Nou ja, ik kan beter zeggen zo dun. Kijk jongens. En dan gaan we er ongeveer 10 keer overheen met de steltang. Dus dat is... Ja, dat duurt dus heel erg lang. Maar dan krijgen we wel uiteindelijk een mooi stel haar. Yay! Ik krijg echt een zieke onderkin als ik vanaf deze positie... Kijk hoe dat eruit ziet met die staart. Nou, ik heb dat altijd als ik op straat loop. Ja. En als ik dan mezelf vlog, dan film ik ook zo. Oké, we hebben net de keratine gesteld eroverheen. Toen hebben we het uitgespoeld. Ja. Nu zit het masker erin. We gaan het over een minuut uitspoelen, het masker. En dan gaan we het droogvinden en dan is het klaar. Ja. Toch? Misschien moeten we het even filmen als het wordt drooggevonden. Dan kan je zien dat het gewoon echt stijl is. Dat het gewoon stijl opdroogt. Ja, en als je Fleur de haar zag voor deze wandeling nou. En er is een pakketje binnengekomen, maar dat zal ik wel vandaag of morgen zo laten zien later. Nou, ze gaat nu mijn haar feunen. Veel plezier met kijken allemaal. Nou jongens. Oh, ik ga nu de haar feunen. Oh, hij blijft inzoomen.
Nou jongens, dit is dus na het feunen. Heel blij mee. Dank u. Kijk. Ja, nu komt het einde. Dan kun je misschien even in de spiegel kijken te zien of het einde ogen. Het is vandaag dinsdag en het is echt al 2:30 volgens mij. Vannacht hebben we bij mijn moeder geslapen en daarna gingen we naar huis. Want er werd een pakketje bezorgd. Of er werden best wel veel pakketjes bezorgd. Twee van de Zara, eentje van de H&M. En gisteren is natuurlijk ook een pakketje van Most Wanted bezorgd. Dus dat zal ik in deze vlog ook wel eventjes aan jullie laten zien morgen of zo. Maar er waren ook sportelastieken besteld. Ik had sportelastieken besteld en die waren bezorgd. En ook een sportmatje, alleen die is nu nog niet binnen. En Milan en ik die gaan nu eventjes sporten in de tuin. En we gaan eventjes deze elastieken uitproberen. En ik weet niet of jullie het vanaf hier kunnen zien. Nee. Maar we hebben dus boven allemaal gewichten en soort apparaten en zo. Dus die hebben we nu in de tuin gezet. En dit zijn de elastieken. Kijk nou wat voor schattige kleurtjes het zijn. Ik ga even een t-shirt aantrekken. Ik heb al een sportlegging aan. En dan gaan wij lekker sporten in de tuin. Hier ook de elastieken. Daar hangt een springtouw. Je ziet het niet. Hier hangt springtouw. En oh, die zon. Maar hier hebben we nog geen matje. Dus we hebben nu een kartonnen plaat met een handdoek eroverheen. En hopelijk komt vanavond dat matje binnen. En zo. Wat is dat? Opdrukbank of zo? En dan. Ja. We zijn klaar met sporten. En ik ben echt gesloopt. Ik heb het niet gefilmd. Want ik vind mezelf sporten zien niet heel charmant. Dus ik heb mezelf niet gefilmd. Maar we hebben nu alle sportspullen en zo in de schuur gezet. Want we willen gewoon proberen iedere dag te gaan sporten. Want we hebben toch niks te doen. En ja, we vinden het wel lekker. En vooral zeg maar als het gewoon thuis is en zo, vind ik het wel chill op zich. Want je kan gewoon gelijk onder de douche springen. Maar er is een pakketje ook binnengekomen. Die ga ik wel alvast even laten zien. De rest, al die kleren en zo, dat laat ik morgen wel zien. Maar zoals jullie gisteren konden zien, heb ik natuurlijk een keratinebehandeling gedaan in mijn haar. En dan mag je dus niet meer met iedere soort shampoo je haar wassen. Want er mogen nog geen siliconen en sulfaat in de shampoo zitten. Maar ik wilde heel erg mijn haar wassen met zilver shampoo. Want ik vind het weer een beetje gelig en oranje geworden. Maar ik heb er dus eentje van Vanola, het masker en de shampoo. Maar die mag ik nu dus niet meer gebruiken, omdat daar dus sulfaat in zit. Dus ik moest eventjes eentje bestellen die ik wel mocht gebruiken. En dat heb ik besteld bij haarspullen.nl. En het is de Fudge Sulfatenvrij Clean Blonde Demature Mind Violet Toning Shampoo. Dus deze ga ik zo meteen eventjes in mijn haar doen. En dan laat ik hem eventjes een half uurtje of zo intrekken op droog haar. En dan ga ik hem er daarna uitwassen. Die heb ik besteld. En alle kleding en zo zal ik dus morgen laten zien. En morgen komt er als het goed is ook nog een pakketje binnen van de Bijenkorf. Want ik had dus voor mijn verjaardag van mijn vriendinnetjes een cadeau nog gekregen van de Bijenkorf. En van Joy en Sam ook voor mijn verjaardag. En die had ik nog niet uitgegeven. Wat heel knap is, want normaal geef ik dat echt heel snel uit. Dus ik heb eventjes nieuwe oorbelletjes van Ananina besteld. En nog van Doing Good 2 handgreepjes voor mijn uitzet. Woensdag. En het is al. Waar is het even? Oh, daar. Het is alweer wat later op de dag. Het is namelijk al 3:00. Wow, 3:00. Oké, ik wist niet dat het zo laat was. Maar gisteravond hebben we uiteindelijk bij Milan geslapen. Toen vanmorgen werden we pas om 11:00 wakker of zo. En toen van 11:30 tot 12:30 had ik online les op school. En toen daarna hebben we de kelder bij zijn moeder helemaal opgeruimd en uitgezocht. Dus dat hebben we gedaan. Dat heb ik niet gefilmd. Toen zijn we met de scooter eventjes naar de garage geweest waar ik mijn scooter heb gekocht. Want ik weet niet of ik dat gisteren heb verteld, volgens mij niet. Maar zoals jullie weten, misschien heb ik een scooter en die staat altijd bij ons gewoon voor de deur.
Wij wonen op een hofje, dus kinderen die spelen gewoon buiten op het hof. Maar iedereen heeft zeg maar ook een soort van eigen voortuintje. En daar stond mijn scooter in. Maar dat voortuintje is dus niet afgezonderd met stenen of iets. Maar iedereen heeft zeg maar dus zijn eigen stukje voortuin en daar stond mijn scooter. En er waren dus twee meisjes die hier ook op het hof woonden. Die waren aan het fietsen heel hard. En volgens mij wilden ze elkaar inhalen of zo. Toen is één meisje dus tegen mijn scooter aangeknald. En toen is mijn scooter omgevallen. Haar fiets lag er ook onder. Zij had gelukkig verder niks. Alleen mijn scooter die had dus wat beschadigingen. Dus we waren precies naar die vader toe gelopen. En toen had hij gezegd, nou weet je, laat maar weten hoeveel de schade is en zo. En dan kunnen we dat met de verzekering regelen. Dus Milan en ik die zijn gelijk eventjes naar de scootergarage winkel geweest waar ik mijn scooter heb gekocht. En toen is hij een indicatie gemaakt van wat het waarschijnlijk gaat kosten. Dus nu kunnen we dat soort van afhandelen en kan mijn scooter weer gemaakt worden. Want er zit een hele lelijke kras in. Best wel groot ook, zo breed of zo. Zo'n soort, ja, ik denk dat het iets van de trapper is geweest die is blijven hangen zo. Dus dat hij wat kleur van de scooter heeft meegenomen. Maar ze kunnen dus niet alleen dat gat opvullen. Want dan krijg je dus kleurverschil. Omdat ik die scooter al bijna 4 jaar heb. Dus we moeten heel die achterkant opnieuw spuiten. Dus vandaar dat we eventjes moesten navragen hoeveel dat dan zou gaan kosten en zo. En we gaan denk ik zo meteen in de tuin weer eventjes sporten. Maar voordat we dat gaan doen heb ik nog echt best wel veel pakketjes die ik aan jullie wil gaan laten zien. Er is ook een pakketje bij de buren bezorgd. Dus ik wilde net aanbellen, maar ze zijn niet thuis, dus ik kan ook niet ophalen. Er zijn wel heel veel andere pakketjes bezorgd. Ik ga beginnen met de dingetjes die ik gekregen heb, dus niet zelf besteld heb. Allereerst weer nieuwe sieraadjes van bij Shure. Ik heb wel vaker dingen van hun mogen ontvangen. Vroeger kocht ik het altijd zelf bij hun. Ik heb dat meer toen leren kennen via de Gaudi. Dat is een winkeltje in Den Haag. Daardoor kende ik het eigenlijk. En toen ben ik het gewoon zelf gaan kopen. Want ik vond het heel erg leuk. En toen benaderde ze mij dat ze het heel erg leuk vonden dat ik hun sieraden in mijn vlogs liet zien. En zo is er eigenlijk een beetje een samenwerking uitgekomen. Dus ik heb hier wat leuke sieraadjes van hun opgestuurd gekregen. Die mocht ik zelf uitzoeken. Allemaal leuke gouden dingetjes. Even kijken. Als eerst een kettingje. Dat leek me wel heel erg leuk. Want ik heb nu één kettingje met de letter M om. Daar krijg ik ook heel vaak de vraag naar. Maar die is van Lot. En ik dacht dat is wel leuk om dat te combineren met een andere ketting. Muntje met een ster erin. Dus dat leek me wel heel erg leuk om samen te combineren. Alle sieraden die ik laat zien, die hebben ze als het goed is ook in het zilver. Dus als je nou niet van goud houdt, ze hebben ze ook gewoon in het zilver. Twee ringetjes die ik echt super leuk vind. Het zijn van die elastieke ringetjes. En deze heeft dus nog blauwe kraaltjes eraan. Echt heel erg leuk. Ik zou ze dan denk ik samen dragen. Ik denk dat ik dat wel het leukste vind. Kijk. Let niet op mijn paarse nagels. Maar dat komt door die zilver shampoo van gisteren. Maar kijk eventjes hoe leuk. Heel nice. Oké, dus die. En dan nog twee paar oorbelletjes. Als eerst zo deze kleine ringetjes. En ik noem dit altijd een beetje een boomstam effect ofzo. Ik heb geen idee. Maar het zijn dus kleine ringetjes. En met een patroontje erin. En ik vind dit altijd een beetje op een boomstam lijken. Dus die. En dan heb ik nog een paar oorbelletjes. En die is weer één slagje groter dan die. Kijk. Die is weer een slagje groter. En dat zijn een beetje vlochten of zo. Met twee draadjes gewoon om elkaar heen gedraaid. En die vind ik ook heel erg leuk. Als je ook een kijkje wilt nemen op de By Shure website. Ik heb voor jullie een kortingscode voor 15% korting. En die kortingscode zal ik eventjes in de beschrijving zetten. En hun website ook. Dan zoals ik gisteren, volgens mij eergisteren al had verteld. Mocht ik wat dingetjes uitzoeken bij Most Wanted. Ik kreeg dus, wanneer was dat? Zaterdag of zo. Kreeg ik een DM van Danique. En ik vind het heel erg leuk als mensen van hun eigen bedrijf zelf mensen connecten, zeg maar. Want bijvoorbeeld, ik heb ook samenwerking met Nikki. Maar dan krijg je contact met iemand die voor haar werkt voor de marketingafdeling, zeg maar. Je hebt niet contact met haar zelf. En wat ik dus zo leuk vond aan Most Wanted is dat Danique dus wel zelf contact met je opzoekt. Dat het dus toch een stukje persoonlijker maakt. En ik weet niet, ik vind dat gewoon een soort extra puntje of zo. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Maar ik mocht daar dus wat dingetjes uitzoeken. En die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Als eerst heb ik een blauw kolletje gekozen. Omdat ik ook nog wat ander blauws heb. En ik dacht, dat is wel leuk in combinatie samen. En ik vind blauw echt een hele mooie kleur. Ik heb dit kolletje in een maatje S. Het is dus een kolletje. Maar ik hou dus niet van hele hoge kolletjes. Zoals jullie misschien wel weten. Want ik vind dat mijn gezicht altijd heel erg dik maakt. Maar dit is dus zo'n heel klein
beetje opstaand kraagje meer dan een colletje. En dat vind ik wel heel mooi. Het heeft gewoon lang mouwtjes. Lekker dun van stof. Dus ook nu voor de lente met een jasje eroverheen is dat heel erg lekker. En niet te warm. Want ik krijg het altijd echt heel snel bloednauwd. Bloedheet, hoe je het ook wil zeggen. Maar in ieder geval dit colletje. En dan voor daaroverheen heb ik dus dit jasje gekozen. Want op de site stond dit als voorbeeldje met de roze. Alleen blauw is gewoon echt mijn lievelingskleur. Dus ik heb het setje gekozen, maar dan in blauw. Dus het blauwe colletje en dan het blauwe jasje. Wel bekende jasjes die je nu bij allemaal webshops ziet. Alleen die van Mozwant is volgens mij net even een tikkeltje anders. Kijk, dit is hem. Met een soort ja, vlekkenpatroon erop. Ik weet niet of het panterprint of iets moet voorstellen. Ik denk het wel, want die andere zijn met zebraprint. Dus ik denk dat dit panterprint moet voorstellen. Maar het zijn gewoon allemaal gekleurde vlekken met dus dat blauwe. En dat leek me dus heel erg leuk met dit shirtje er zo onder. Dus nou, die. Volgens mij zijn deze dus net wel eventjes ietsjes anders dan de standaard die je overal ziet. Want deze heeft namelijk drukknoopjes. En die andere hebben volgens mij echte knopen. En ik heb deze in een maatje XS en was 60 euro. Het colletje was trouwens 19,99. Dus deze. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Heel leuk. Het is trouwens een kort model. Want ik vind korte modelletjes altijd wel het leukste. Dus die. Dan een item waar ik echt verliefd op ben. Ik had een helemaal een outfit in mijn hoofd hoe ik deze ga stylen. Dus dat zal ik jullie zo meteen ook eventjes laten zien. Maar dit is een satijnen rokje. En ook deze hebben ze nog in andere kleurtjes. Ook weer in het blauw. Maar ik vond deze wel heel erg mooi. Op de camera lijkt hij nu echt rood. Ja, ik weet niet. Een beetje rood. Maar het is dus echt een beetje roest oranje bruin. Nee, het komt niet heel goed op. Ja. Nou, in ieder geval, het is een hele andere kleur dan op de camera. Misschien dat je bij de aanbeelden straks beter kunt zien. En deze heb ik in een, ook in een XS. En deze was 30 euro. En hier heb ik dus echt een heel erg leuk outfitje mee in gedachten. Dus die zal ik zo meteen aan jullie laten zien. En dan met de gedachte voor de zomer. Als we hopelijk weer naar buiten kunnen. Heb ik een heel erg leuk kort broekje uitgekozen. Een zwarte. Deze heb ik in een maatje XS ook weer. En deze was ook 30 euro. Ik weet niet of je het goed kan zien doordat het een soort item is. Maar het is dus een heel leuk rokje lijkt het. Maar het is dus een broekje. Want er zit dus een flap overheen. Het is dus eigenlijk een broekje. Maar als je die flap eroverheen laat vallen, lijkt het dus op een rokje. Heel erg leuk. En aan de achterkant zit gewoon een rits waarmee je hem open en dicht kunt maken. Dus deze. En dan zei ze dat ze er nog wat extra dingetjes bij had gedaan. En dat is denk ik dit. En als eerste is dit volgens mij een canvas tasje van de Momo collectie. Ja, heel leuk. Ik hou echt, zoals jullie weten, gebruik ik super veel canvas tasjes. Echt, ik heb een hele lading. Dus dit is altijd welkom. Gewoon een zwart simpel canvas tasje. En dan zit er nog een sieraad bij van Momo. En dat is dit gouden kettingje. Heel blij dat ze goud heeft gekozen. Maar dit is dat gouden kettingje met de F. Ook heel leuk om dat te combineren met dit kettingje eronder. Heel erg leuk. Dus die zit er ook nog bij. Dus dat is alles wat ik van Mozwanted heb gekregen. Ik zal alle linkjes ervan in de beschrijving zetten. Ik wilde er dus eigenlijk heel graag een Instagram TV van maken. Om jullie te laten zien hoe ik dit dan zou stylen en hoe ik het zou dragen. Alleen ja, om nou een Instagram TV in mijn kamer op te nemen of in de tuin, moet ik wel eventjes een leuk plekje voor vinden. Dus misschien dat ik dat nog ga doen. Ja, en anders zien jullie gewoon een foto op Instagram voorbij komen van hoe ik het stel. Maar dat leek me juist wel een leuk idee om al die items één voor één te kunnen laten zien aan jullie hoe ik dat stel. Maar goed, misschien komt dat dus nog. En dan heb ik nog twee pakketjes van de Zara. Als eerst een spijkerbroek. Alleen nadat ik hem had besteld twijfelde ik een beetje. Want ik dacht, ja, ik heb op zich niet echt een spijkerbroek nodig. Alleen, ik had hem toen met Rosa in de winkel zelf gezien. En ze had hem, ik had hem toen eigenlijk niet gepakt of gepast. En toen liet ze hem laatst in haar shoplog dus weer zien. Toen dacht ik, oké, ik vind hem eigenlijk echt best wel leuk. Alleen, ik heb een andere kleur besteld volgens mij. Volgens mij zijn hij net iets andere kleur, dacht ik. Maar het is dus een mamie van de Zara. En ik heb hem in maatje 36. En er zitten dus ook scheuren in. En ik vind de onderkant van de broek ook heel erg leuk afgewerkt, dat gerafelde. En ik vind de mom jeans van de Zara allemaal heel erg chill. Ik ben dus echt alleen nog op zoek naar een zwarte of een donkergrijze mom jeans. Maar die kan ik nog niet echt vinden en leuke. Dus deze ga ik ook zo meteen eventjes voor jullie passen. Ik zal zo meteen, als ik alles heb laten zien, wel eventjes voor jullie gaan passen en zo. Als eerst, het is echt weer verschrikkelijk. Maar ik heb dus nog een canvas tas besteld. Echt, ik moet er echt mee kappen. En ik moet ook eventjes mijn canvas tas gaan uitzoeken. Maar ik zag deze op de site. En deze is toch helemaal het einde.
Hoe leuk is deze? Ik dacht wel dat die eigenlijk iets groter zou zijn. Ik heb namelijk een canvas tas van de Zara. En die is echt mega groot. Dat is met tie-dye en zo erop. Die had ik toen in de sale gescoord. Nog eigenlijk dat het dezelfde als die soort zijn, maar dan met panter. Die is wel iets kleiner. En er zit geen rits in of zo. En bij die ander wel. Maar er past op zich alsnog heel veel in. Heel leuk. Deze was 18 euro. En als ik linkjes kan vinden, zal ik het in de beschrijving zetten. Maar deze vind ik heel leuk. Dan twee korte broekjes en rokjes. Ik kon niet echt kiezen online welke kleur ik dan mooier vind. Dus ik dacht, ik bestel ze gewoon allebei. En dan kies ik daarna wel, als ik hem mooi vind überhaupt, welke van de twee ik ga houden. Het is namelijk een spijkerbroekje. Of nou, het lijkt op een rokje. Maar ook hier zit weer zo'n flap voor. Want het is eigenlijk een broekje. Echt heel erg leuk vind ik deze. En deze is dus maar 19,95. En dan heb ik in een S besteld. Maar het ziet er best wel groot uit. Dus misschien had ik wel gewoon een XS kunnen nemen. Maar goed, we gaan hem zo meteen passen. Dus die heb ik besteld. En ik heb hem ook in het zwart. Maar als ik het nu zo zie, vind ik die lichtblauwe eigenlijk wel leuker. Maar in ieder geval, dus ook een zwarte ervan. Weer precies hetzelfde. En dan echt een super mooi topje. Alleen de XS kwam steeds maar niet op voorraad. En nog steeds niet. En ik zag steeds meer maten die uitverkocht raakten. En ik dacht, ik moet hem gewoon hebben. Dus ik heb hem nu in een S besteld. In de hoop dat hij past. Maar het is dus een groen satijnen top. En dan hier aan de zijkant, zeg maar, heeft hij dan een knoop. En het zit er heel erg mooi. Zo'n overslag. En ik vind hem echt heel mooi. Het enige wat ik minder vind zijn die parelknopen. Maar ja, die kan ik er altijd afhalen en zelf een paar knopen inzetten of zo. Maar deze vind ik echt heel erg mooi. Deze is volgens mij 30 euro. Oh, er staat geen prijs meer op. Maar ik hoop dus echt nog. Ik hoop echt dat deze past. En dat anders de XS nog ooit op voorraad komt. Dus ik vind deze echt heel erg mooi. En als laatste. Ook dit komt weer door Rosa. Zij had toen dit pak laten zien. En ik vind hem zo mooi. En eerst dacht ik, nee, ik ga dat niet bestellen. Ik ga het niet bestellen. En iedere keer als ik dan op de Sarah site bleef kijken. Dan bleef ik hem maar weer in mijn winkelmandje gooien. Dus ik dacht, ja, ik ga hem gewoon bestellen. En dan weet ik of die mij ook leuk staat of niet. Dus dit is een jumpsuit. Op de camera lijkt hij een beetje, ook wel een beetje een gekke kleur. Maar het is dus een beetje een frambozenkleurtje. Een beetje een frambozenkleur die iets meer naar het rood toe neigt. Maar het is dus een jumpsuitje. Maar het lijkt dus een beetje op een jurkje. Maar dat zal ik jullie wel eventjes laten zien tijdens de aanbeelden. Hier heb ik wel gewoon een XS van besteld. Ik ga nu eventjes alles aantrekken en passen voor jullie en laten zien. En dan gaan Mila en ik zo meteen in de tuin weer verder sporten. Oké, dit zijn al gelijk twee items die teruggaan. Dit blouseje, ja, hij is gewoon te groot hier. En ik had gewoon liever gewild dat hij echt zo mooi strak had gezeten. Want dan had ik hem op zich wel leuk gevonden. Alleen, ja, hij is gewoon wel echt te groot. Ik weet niet eens of een XS wel klein genoeg zou zijn geweest. Maar ook die mouwen is gewoon te lang. En ja, ik vind de broek wel heel erg leuk. Alleen, ik heb natuurlijk al drie mom jeans van de Zara. En dan zit ik nu in mijn hoofd van, ja, moet ik er dan een vierde bij hebben? Ik weet niet. Ik vind hem wel heel erg leuk. En ook als ik de onderkant oprol. Maar ik denk dat ik hem gewoon terug ga doen en op zoek ga naar een zwarte. Want dat is er eentje die ik wil. En ik vind dit derde gat die hier zit ook wel een beetje gek. Ik weet niet. Ik vind het een beetje gek dat daar nog een extra gat zit. Dus deze twee items gaan al terug. Ik heb de helderheid eventjes wat donkerder gezet. Maar nu zie je wel goed hoe de kleur is. Althans, hij komt nog best wel een beetje rood over. Hij is echt wat meer, ja, gewoon frambozen. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Stel dat Bali doorgaat in augustus, is dit wel echt een heel leuk dingetje voor uit eten. Of zo s'avonds. Of gewoon, ja, deze vind ik heel leuk. Toch? Dit is toch leuk? Ga ik weer twijfelen aan mezelf. Dan het rokje van de Zara. Ik vind deze wel echt heel erg leuk. Alleen, ik heb dus gewoon al best wel veel spijkerbroekjes en rokjes. Dus dan moet ik nu gewoon even goed bij mezelf nadenken van, oké, ga ik dit veel dragen, ja of nee? En achter, ja, hij zit op zich wel prima gewoon. Ja, ik vind dit broekje wel heel leuk. Alleen, nee, de maat is ook goed. Want hij zit, hier trekt hij wel een beetje, zeg maar. Hij trekt een beetje omhoog. Maar dat komt misschien gewoon omdat ik hem te hoog optrek. Ik vind het altijd lekker als je die broekjes een beetje high-waisted zitten. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. En ik heb ook gelijk trouwens het topje aan van Most Wanted. Die zit ook heel mooi. Hij schijnt wel een beetje door. Maar dat valt eigenlijk niet op. Je ziet eigenlijk alleen maar die lijn lopen. Die vind ik ook heel erg leuk. Ik zal trouwens eventjes het jasje erbij aan. Ik heb nu ook eventjes gelijk het zwarte broekje erbij aangetrokken. En het is zo raar. Want dit broekje zit dus al zoveel lekkerder. Terwijl het gewoon dezelfde maat is.
Dat vind ik zo gek, want qua kleur zou ik het liefst die ander willen houden. Maar qua hoe die zit en aanvoelt zou ik deze willen houden. Deze is gewoon, ja, hij is ook gewoon wat langer of zo en gewoon wat meer ruimte. Terwijl het is dezelfde maat, zo gek, maar oké. Dit is in ieder geval het jasje van Most Wanted. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik zou hem dan zelf inderdaad combineren met dit shirtje eronder en dan een zwarte broek. Of op dit rokje van de zomer vind ik het ook heel erg leuk met wat Dr. Martens eronder of zo. En wat leuke gouden kettingjes. Ja, heel leuk vind ik deze. En deze hebben ze dus ook echt nog in 20.000 andere kleuren. Ze hebben het in het groen, roze, lila. Volgens mij ook een beetje een soort van beige kleurtje. Ze hebben ook nog zebra print. Ze hebben ruitjes. Ze hebben echt van alles. Ze hebben ook nog lange versie. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Dus die. Oké, dan het rokje van Most Wanted. En ik weet niet of je het kunt zien. Maar hij is wel echt heel erg kort. Ook aan de achterkant is die. Ja, ik kijk gewoon zo mijn hol in. Of als er een windvlaag komt, dan zie je alles zitten. Dus dit zou ik echt puur alleen dragen op het strand, denk ik. Gewoon met een bikini of een leuk badpak eronder. Verder is die wel heel erg leuk. Hou er dus wel gewoon rekening mee dat die best wel kort valt. Zo, en dan het laatste rokje van Most Wanted. En ik denk dat dit de manier is waarop ik hem zou combineren. Of misschien met een zwart topje. Maar ik heb dus zo'n soort gouden, ja, wat is het? Een soort gouden cowboys riem of zo. Die heb ik er dus omheen gedaan om het rokje. Want hier zit gewoon een elastieke band. Met dit shirtje van de H&M. En dan zou ik er nog eigenlijk een leuk spijkerjasje of een leuk leerjasje overheen gooien. Alleen die liggen beneden. Dus die kan ik eventjes niet pakken. Maar ja, dit vind ik echt een heel erg leuk en schattig rokje. Heel erg leuk, ja. Pakketje van bij de buren. Ze waren thuis. Dus dat heb ik opgehaald. Dus dat ga ik nog even snel jullie laten zien. Dan ga ik me omkleden en buiten sporten. Ik had dus drie dingetjes bij de bijenkorf besteld. Als eerste van het merkje Doing Boots. Twee van die handgreepjes. Voor de mensen die me langer volgen of gewoon kennen, die weten dat ik al een beetje van aan het sparen ben voor een uitzet. Een uitzet is zeg maar gewoon een soort verzameling wat je spaart. Dat je kan meenemen als je uit huis gaat. Op de site. En ik vond dit echt al een tijdje heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, waarom zou ik dat nu al bestellen? Maar ja, toen ging ik toch bestellen. Toen dacht ik bestel het gelijk mee. Het was 15 euro. Oh, heel leuk. Kijk nou hoe schattig. Het zijn dus twee van die schelpen, hoe noem je dit? Deurknoppen. Hoe schattig. Je betaalt dus 15 euro voor twee. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ik hou echt heel erg van dit steltje. En als het voor huis later zeg maar te kinderachtig is, kan je het altijd natuurlijk bewaren als handgreepjes voor kinderkledingkastdeuren. Ah, hoe leuk. Oh, ik vind het heel leuk. Ze hadden ook nog van die zeepaardjes. Die wilde ik eerst ook bestellen. Maar ik dacht, laat ik het eerst bij deze twee houden. Dus die twee heb ik besteld. En dan heb ik nog twee sieraadjes besteld van Anna Nina. Want zoals jullie misschien wel weten, of niet, kan, ik weet niet. Heb ik deze oorbelletjes van Anna Nina nu bijna een jaar. Ik had ze met Koningsdag besteld, dus dat is bijna een jaar geleden. En die draag ik echt iedere dag. En daar ben ik nog steeds heel erg blij en tevreden over. Dus ik dacht, ik bestel weer wat nieuw om het een beetje af te wisselen. Als eerst deze in de doosje. Oh, wat schattig. Deze waren 50 euro. Ook oh, wat ze wel wat dikker en groter verwacht hoor. Voor die 50 euro. Maar goed. Dit is het eerste oorbelletje. Het eerste ringetje is gewoon normaal. Dan heb je een beetje een gevlochten ringetje. En daaronder aan hangen drie ringetjes. In het goud. Ze hebben deze ook nog in het zilver op de website. Heel schattig. Die wil ik dan in mijn eerste gaatje gaan doen. En ik wil dus heel graag een vierde gaatje erbij. Ik denk niet dat dat momenteel kan doordat alles dicht is. Maar zodra het weer kan, wil ik heel erg graag een vierde gaatje. Aan één kant, denk ik. Weet nog niet. Maar daar heb ik dus knopjes voor besteld. Ook van Anna Nina. En deze waren... Quanta costa. Die waren 25. Huh? Oh, je krijgt er ook maar echt één. Lol, ik dacht dat je er gewoon twee kreeg ook. Maar goed. Dit is dus een heel klein knopje. Een soort schiet. Knopje, iets met een oranje steentje erin. En ik dacht, dat vind ik dan wel leuk als ik dan hier een vierde gaatje heb om dan die zo erin te doen. Omdat ik ook een soort van oranje rood balletje heb. Maar ik dacht dat het er twee waren, dat ik er nu alvast twee in kon doen. Maar ik kreeg er blijkbaar dus maar eentje. Dat is wel met meer dingen van Anna Nina. Want bijvoorbeeld die met dat balletje moest je ze ook per stuk kopen. Maar die met dat
stokje, zeg maar, kocht je ze wel een setje. Maar goed, dat in ieder geval. Ik ga eventjes mijn sportkleding aantrekken. En sporten! Om een statief met een ringlamp aan, want ik heb net een extra video opgenomen. Maar ik ga nu eventjes de zooi opruimen die er van achter is gebleven. En dan ga ik eventjes wat ontbijten maken. Want ik heb nog niet ontbeten en het is volgens mij echt wel 1 uur of zo. En dan vanmiddag gaan we nu weer sporten. En ik denk dat ik ook vast deze video ga bewerken een beetje. Maar ik ga eerst eventjes al deze bende op de grond opruimen. Milan is buiten. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar als je in ieder geval eventjes de sportspullen aan het klaarzetten. Want we hebben net eventjes geluncht. En we gaan nu lekker sporten. Dus ik ga eventjes een sportshirtje aantrekken. Ik heb al een sportlegging aan. Maar ik heb een pakketje binnengekregen. Van het PR-bureau. Simply heet het. Ik ken het verder niet. Maar ik kreeg een mailtje. Of ik het leuk vond om droogshampoo opgestuurd te krijgen. En droogshampoo komt altijd van pas. Dus ik heb er een paar van Batiste. Nou, een paar. Ik heb er 3 gekregen. Deze. En dan de Wildflower Deluxe of zo. Geen idee. Maar die heb ik dus gekregen. Dus super chill om weer even een voorraadje droog shampoos te hebben. Dus die ga ik ook eventjes in mijn haarlaag gooien. En dan ga ik eventjes een shirtje aantrekken om te sporten. Gisteren probeerde ik tijdens het sporten een beetje te filmen. Alleen ik ging er terugkijken en het zag er dus echt niet charmant uit. Het stukje dat ik aan touwtjes springen was, ga ik er denk ik wel in laten. Maar de rest echt niet. Het is vandaag vrijdag en ik ga even mijn make-up doen. We hadden onze wekker om 9:45 gezet. Alleen het is nu over 12:00 omdat ik dus zo lang Love Island aan het kijken was. Maar ik ga een beetje ietsjes uitgebreider mijn make-up vandaag doen. Want ik wil even een leuke selfie maken of zo. Dus ik ga even heel klein beetje foundation ook op mijn wangen. Want ik ben best wel bleek. Vind ik. Dus dan kan dit wel een beetje helpen. Ik snap echt niet hoe mijn camera iedere keer zo snel leeg kan zijn. Hij is dus nu gewoon alweer aan het knipperen. Ik ben er helemaal gek van. Nou, op zich, oké, ik heb gisteren wel een video opgenomen. Maar alsnog. Voor de rest vandaag gaan we niet heel veel doen. Ja, we gaan aan het eind van de middag weer in de tuin sporten gewoon. Zoals afgelopen 3 dagen. Er is de 4e dag op rij dat we dat gaan doen. Dus dat vind ik wel goed van onszelf. Als het goed is komen er vandaag trouwens ook ingrediënten binnen om een bananenbrood te maken. Dus ik hoop dat het binnenkomt, want dan kan ik dat ook gaan maken. Want ik heb het nog nooit zelf gemaakt. Maar een meisje uit mijn klas, Sam, die maakt het wel eens. Dat ik het een keertje van haar geproefd. En ik vond het echt best wel lekker. Dus dat ga ik doen. En dan hopen we even een leuke foto te kunnen maken in de tuin. Of in mijn kamer of zo. Oké, even kijken. Concealer. Deze trui die ik trouwens aan heb is van Naked in een XXL. Daarom is hij zo mega groot. Maar wel heel erg lekker, want ik gebruik hem gewoon soort als sweater dress. En ik denk dat ik mijn haar dus wil gaan krullen. Maar ja, mijn camera die is aan het knipperen. Dus ik weet niet dat mijn camera het volhoudt om dat te laten zien. Maar het zal ik wel een keertje in een andere video dan laten zien. Maar ik kan wel pas laten zien welke krultang ik gebruik altijd. Hij is van het merk T3 en dan heb je 3 verschillende opzetkopjes. Maar ik denk dat ik deze ga gebruiken. De kleinste. Dat ik dat wel mooi vind. Of de medium. Dat kan ook nog. Een van die 2 ga ik gebruiken. Ik denk niet dat mijn camera het volhoudt als ik dat ga filmen. Ik weet ook niet of ik het had verteld. Maar ik heb dus geen school tot 11 mei. Wat ik best wel jammer vind. Want ik zit dus in mijn examenjaar. Op het mbo. En ik heb wel gewoon echt een hele leuke klas. En dit is juist het laatste jaar dat je een beetje leuk met z'n allen doet en zo, weet je. Ja, je deed sowieso altijd wel leuk met z'n allen. Maar dit is het laatste jaar dat je bij elkaar in de klas zit. En dan heb je gewoon 2 maanden minder. En misschien nog wel langer als we niet na 11 mei terug mogen naar school. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Maar ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat ze voor het mbo gaan bedenken als oplossing qua scholen en zo. Want ik wil volgend jaar gewoon een hbo starten. Maar ja, ik moet ook nog examens maken. Ook praktijkexamens. En dat kan nu gewoon niet. Maar ja, we gaan het allemaal wel zien.
Oké, okay, van foto's maken is niks meer gekomen. Ik had er geen zin in. Maar ik had dus wel mijn haar gekruld. Dus dat zit er nu nog een beetje in. Maar we hebben eventjes boodschappen gedaan. Voor het avondeten. Maar ook om bananenbrood te maken. Dus dat ga ik nu maken. Ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt. Ik heb dit recept ook gewoon van internet. Dus ik weet niet of het gaat werken. Maar we gaan het proberen. Ik zal hoeveel je overal wel van nodig hebt en zo eventjes in de beschrijving zetten. Anders, want dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar je hebt amandelen nodig, kokosrasp, baking soda, gewoon bakpoeder, kokosmeel, amandelmeel, bananen, kaneel en eieren. Oké, okay, je moet de oven dus zetten op 180 graden. Ik heb boven onderwarmte gedaan. En dan moet er in totaal 45 minuten in. Dus ga ik nu eventjes eerst aanzetten en dan ondertussen ga ik het beslag maken. Oké, okay, je moet 2 bananen moet je prakken in de kom. En daarbij moet je de amandelen erbij doen en een beetje grof kapot maken. Dus die hoeven niet helemaal klein, maar een klein beetje. Maar de bananen moeten dus wel helemaal geprakt zijn. Amandelmeel, het kokosmeel, bakpoeder en het normale kaneel moet je er doorheen gaan doen. Dus dat ga ik nu eerst even afwegen. Dan 2 eetlepels kokosmeel moet erbij. Dan 1/2 theelepel bakpoeder. En dan 1/2 eetlepel kaneel. Oké, dan moet je dit allemaal dus door elkaar heen mengen. Wat je net allemaal in die beslagkom hebt gedaan. En dan ziet het er bij mij zo uit. En dan eieren toevoegen. Oké, en deze 3 dingen moet je dus ook weer door elkaar heen doen. Dat ga ik doen met een garde. Dat lijkt me ietsjes makkelijker. Oké, dan moet je de bakvorm invetten. Oké, dan moet ik hier dus het mengsel in gaan doen. Oké, het mengseldeegding zit er nu in. En dan moet je er dus nog wat kokosras overheen gooien. Oké, dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb geen idee of dit goed is of niet. Maar de oven is klaar, dus ik ga hem erin zetten. Oké, hij is eruit. Maar ik ga hem even laten afkoelen, want hij is echt heel heet. En volgens mij is hij goed. Ik heb geen idee. Het ruikt in ieder geval wel echt heel lekker. Ja, ik ben dus vergeten zout erin te doen. Dat had er dus nog doorheen gemoeten. Waarom is het zo droog? Shit man. Het is vandaag zaterdag. Wij zijn net wakker. Het is nu 10:30 en Miel is beneden wat ontbijt aan het maken. Dus ik ga ook lekker naar beneden. Met mijn waterfles. Mijn laptop. En een lekker dekentje. En ik heb trouwens deze mega rode trui weer aan. Dit is echt een beetje mijn woontrui geworden sinds gisteren. Oh, mijn camera gaat helemaal heen en weer. Maar ik ga lekker Love Island kijken. Want ik ben dus echt... Ik had dus seizoen 5 van Love Island UK dus nog niet gezien. En daar ben ik deze week aan begonnen. En ik ben echt verslaafd. Ik ben nu bij het stukje dat Tunka zo mooi zit. Dus ik ga het lekker verder kijken. Het is 15:30. En wij gaan weer sporten. Ik zie er nog steeds niet uit. Want ik heb tot nu toe heel de dag alleen maar Love Island op de bank liggen kijken. Dus ik ga ook pas na het sporten douchen. Want om nou net te douchen heeft niet zo heel veel zin als ik nu toch weer ga sporten. En het wordt, even kijken, we zijn dinsdag begonnen hiermee. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Het wordt vandaag de 5e dag dat we gewoon gaan sporten. Wat goed. Het is zondag en ik heb mijn slobber outfitje nog aan.
Ik ga eerst maar opnieuw in de knot doen. Dit is niet heel stabiel hierop. Ja, beter. Maar het is echt al 2:30. Ik heb vanmorgen lekker ontbeten. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik heb Love Island gekeken en TikToks gekeken en zo. En ik zag toen op TikTok voorbij komen dat iemand zijn spijkerbroek ging bleken voor de helft. Dus dat ga ik nu ook doen, want daar heb ik zin in. Oké, ik heb nu een vuilniszak liggen en daarop de broek die ik ga doen. En ik ga het gewoon doen met deze bleek. En dat ga ik dan alleen over deze kant heen doen. Want ik wil dat de andere kant dus die eigen kleur blijft. Geen idee of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Drogen nadat ik hem helemaal met chloor met bleek had gedaan, heb ik hem uitgespoeld met water bij de kraan. Dat heb ik hem eventjes kort gewassen van een half uurtje of zo met wat wasmiddel, maar hij stinkt nog steeds ontzettend naar chloor en hij hangt nu te drogen aan de waslijn. Dus hopen dat hij wat lichter is geworden, want zo ziet het er nog niet uit. Maar goed, het is vandaag al maandag, maar ik wil jullie nog eventjes het resultaat van mijn gebleekte broek laten zien. Volgens mij is het resultaat niet heel erg best. Je ziet echt amper iets. Oh, op de camera zie je het wel. Op de camera vind ik het wel mooi. Maar misschien dat ik vandaag nog meer bleek ga halen bij de Albert Heijn. En nog een keer ga doen. Want ik had het gewoon erger verwacht. Dus maar op camera lijkt het wel erger dan dat het is. Eerlijk gezegd, hij ziet het wel een beetje. Maar ik denk dat ik vandaag dus nog meer bleek ga halen. Om het nog een keertje te doen. Maar goed, dat komt dan in de volgende weekvlog. Want het is vandaag maandag, dus het stukje hoort helemaal niet meer bij deze weekvlog. Dus ik ga de weekvlog ook gelijk afsluiten, zodat ik hem kan bewerken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En ik hoop jullie in de volgende weer te zien. Doei!